niet te druk. En dan wil ik er één boompje, een klein boompje, gewoon even plaatsen. Gewoon omdat het moet. Hallo beste Leuten, welkom bij een nieuwe aflevering van Parkitect. Vandaag gaan we verder met ons Parkitect. En dit is dus de eerste attractie die ik heb geplaatst, autootjes. Ik heb er nog een aantal dingen aan veranderd. Een paar rotsjes langs de vijver en wat kleine details nog toegevoegd. Hier wat rotsjes en wat plantjes, wat bosjes. En dit is nu uiteindelijk de attractie geworden. Ik ben er wel tevreden over. Laten we verder kijken, want ik heb ook wat paden gemaakt. Zoals je ziet, een beetje een idee. Ik dacht het is heel cliché als ik dit recht maak helemaal dat het een Main Street wordt. Dus ik wil hier een klein stukje Main Street waar mijn pijl is. En hier wil ik eigenlijk een attractie plaatsen. Hier ook nog een kleine Main Street, zodat de draaimolen ook een soort van scenery heeft. En dan bedoel ik mee die huisjes die ik hier ga plaatsen. Het wordt een beetje knus, maar daar hou ik wel van. Dus ik ga eens even kijken bij de draaimolen. En die gaan we dan eens even hier plaatsen. Of zal ik hem hier plaatsen? Ik denk hier zo op de hoek. Dat komt mooier uit met dit hoekje hier zo. En hier komen dan Main Street huisjes. Hier de wat grotere. 3 breed. En misschien 3 en 2. Of 3, 2 en 3. Dat kan natuurlijk ook. En dan qua breedte gewoon 3. En hier wordt het dan 2 bij 2 of 3 bij 2. Dat zien we dan wel. Klein beetje een wachtrij mag wel. Misschien kan ik hier nog ook wat huisjes plaatsen. Zodat die teaming een beetje duidelijker wordt misschien. En dan gaan we hier eens even een pad trekken. En die gaat dan hier naartoe. Zo, die komt dan daaruit. Ik zal het midden ook even gaan vullen met die mooie steentjes. Dat zijn echt oprecht leuke steentjes. Serieus. Ik weet ook niet als ik die stenen plaats waarom die bomen zo tekeer gaan. Moet je kijken. Hoppakee. Alsof ze een stoot krijgen van die paden die worden neergelegd. Hoppakee. Kijk eens. Dat ziet er heel maf uit. Nou, dan gaan we dit eens even opvullen. Zo. Er komen natuurlijk nog later van die bankjes. En van die lantaarnpaaltjes langs de zijkant. Is gewoon een beginconcept. En dan gaan we hier een wachtrij plaatsen. Nou, welke kleur doen we? We doen eens even een, omdat we rood al daar hebben gebruikt, doen we misschien een blauwe kleur. Yes. En dan doen we die gewoon een beetje op deze manier. Hop. En dan wil ik dat die eigenlijk deze kant op staat. Ja, deze manier. Oké, dan moet ik dat nog eventjes fixen, dit pad. Zo. Oké. €1,50 of $1,50. We gaan de Main Street huisjes maken. Dat kost altijd de meeste tijd. En we hebben nog steeds de standaard scenery sets. Dus we gaan niet gekke dingen downloaden. We gaan gewoon de standaard sets gebruiken. En we kunnen sowieso wat muurdecoratie toevoegen. Dat kunnen we niet bij Rollercoaster 3. Maar hier kunnen we bijvoorbeeld wel die fences toevoegen en dat soort dingetjes. Hier hebben we ook nog een kleinere fence. Ik zal het laten zien hoe dat eruit ziet. Als ik deze eens bovenop zet op dat hier op de zijkant. Dat kan weer niet. Omdat die muur staat aan de buitenkant. Maar als ik die muur aan de binnenkant had gezet. Dan had ik wat kunnen decoreren. Dat doe ik later nog wel eventjes dan. Dan gaan we hier een baksteen huisje maken. Van even kijken. Doen we maar zo breed even. Of 3 breed. Ik doe hem 3 breed. Zo. Dan maken we gewoon een beetje een vorm erin. Hè? Zo. Er komt natuurlijk ook een deur in. Dus ik moet even een opening maken in het midden. Op deze manier. Zo. En we kunnen ook nog een gemetselde raam erin plaatsen. Gewoon een beetje voor de variatie. En doen we hier ook één aan de zijkant. En dan gaat er nog een laagje bovenop. Want we moeten gelijk eigenlijk het model gaan maken. Zo. En dan, hoppakee. Het wordt gewoon eigenlijk een blokkendoosje zo, om het zo te zien. Ik hoop niet dat het te krap wordt voor die draaimolen. Ik ga eens even kijken hoe dat eruit ziet. Nee, dat wordt wel leuk. Ik kan natuurlijk ook hier een huisje van 2x2 maken. En dan kan ik daarvoor nog een boompje plaatsen. Dan heb je een beetje dat het er niet pal tegenaan staat. Ik wil hier eigenlijk nog zo'n leuk raampje. Want dat ziet er wel leuk uit. Althans, dat hoop ik. En dan hier ook nog even een raampje. Even naar boven. Zo. Yes. Even kijken. Gaan we hem nog hoger doen of is dit wel goed? Ik denk dat we zoiets als dit kunnen maken. Als ik hier nou bovenop iets doe. Zo. Zo, hier nog een klein laagje op. Hoppakee. En dan gaan we eens even kijken naar de daken. Wat voor daken kunnen we het beste gebruiken? Nou, we hebben niet veel soorten daken. Dat is jammer. Dus mensen die Parkitect maken nu, de developers, doe eventjes mooie nieuwe daken ontwerpen. Want ik heb niet veel keuze. Doe het ook voor anderen, niet alleen voor mij. Maar wat een poepkleur zeg. Ik denk dat ik, oranje is wel cliché. Maar daar werk ik wel het liefste mee. Dat rijmt. Wat voor kleur zou ik nog meer kunnen toevoegen? Ja, het zou ook een beetje een lichtbruin dak kunnen worden hoor. Maar dan kom je weer een beetje neer op dat oranje. Wat ik hier ook heb gebruikt. Ik weet niet wat heel cliché is. Ik denk, even de kleurtjes kijken. Het zou ook, een geel dak vind ik helemaal niks. We kunnen ook een beetje richting dit kleurtje. Even kijken hoe dat eruit ziet. Gewoon een beetje proberen. Dit is nog wel leuker denk ik. Een soort roodachtig dak is het. Nou ja, ik weet niet wat voor kleur ik heb gebruikt. Het is een beetje rood met oranje of zo.
En zit hij er zo goed op? Ja, perfect. Dan moet ik het middenstukje nog een beetje opvullen. Met welk dak kunnen we dat het beste doen? Ik zal even die kleur kopiëren. Gaat dat? Oh ja, deze kleur zo. En hebben we nog ergens een dak voor in het midden? Ja, deze kan ik proberen. Maar ik denk dat het wel een beetje vloekt met elkaar. Wacht even, ik ga het gewoon proberen. Nou, dat is niet zo heel erg een ramp, geloof ik, als ik het zo zie. Het is niet echt het mooiste huisje wat ik heb gemaakt. Ik weet ook niet hoe dat komt. Zo, ik maak in de zijkant ook nog even dit. En dan doe ik van die leuke paaltjes eronder. Gewoon een beetje voor de detail. Even kijken, hebben we nog iets leuks? Ik weet niet waarom die kleur nu zijn. Kan ik die nog even aanpassen? Ik geloof dat deze... Ja, die kan ik aanpassen. Dan wil ik eigenlijk een beetje een... Ja, wat voor kleur... Ik ben geen vrouw, dus dan weet ik niet... Ik kan niet zo goed met kleurencombi's maken. Maar als ik nou gewoon eens deze pak, zo... Is dat niet leuk? Beetje oranje? Ik vind dat wel leuk. Nou, dan plaatsen we die gewoon. En doen we ook eentje midden. Wat is het midden? Ik gok ongeveer hier zo. Ja. Nou, dit vind ik persoonlijk vind ik dat altijd wel wat leuker. Zo kan je het wel echt heel leuk aankleden. Hier aan de zijkant gaan we natuurlijk die details toevoegen van muurdecoratie. Op de een of andere reden vind ik dit er wel leuk uitzien. Gewoon van die soort baksteentjes zo. Een beetje aan de zijkant steken die nu uit. Dat kan geen kwaad. Deze doen we daar boven. Oh, dat is iets te hoog. Hij moet eentje eronder. Yes. En dan hebben we dit gedaan. Gewoon, dit is gewoon een extraatje. Even kijken, wat hebben we nog meer? Zo'n luifeltje is ook leuk om toe te voegen. En wat hebben we nog meer? Ik scroll gewoon een beetje door de objecten om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Want ja, er zijn genoeg mogelijkheden. Dat scheelt dan wel weer. Kan ik dit ook neerzetten daar? Oh, dat ziet er ook wel leuk uit, hè? Zo'n stukje, zo'n boog. Oh, kijk, dat doen we gewoon hier overheen. Het jammer is dat ik eigenlijk heel weinig muurdecoratie kon vinden. Omdat, zeg maar, als ik een hekje pak, dan valt die precies in de muur. En dat is jammer, want zo kan ik eigenlijk niet veel details toevoegen aan het gebouw. Dus daar ga ik nog even een soort van oplossing voor zoeken. En dat moet ook zeker weten gaan lukken. Het volgende gebouw gaan we hiernaast doen. Maar wat hebben we voor mogelijkheid als we een 2x2 huisje maken? Dus ik zal het even opvullen met dit blok. Dan kunnen we bijvoorbeeld dit maken. Hiervoor wat bloemetjes of wat groen. We kunnen ook dit doen en dat je hiervoor wat groen doet, dus een boompie. Dus ik moet even een keuze maken wat het beste, hoe dat het beste eruit kan zien. Ik denk dat we het beste hier een gebouw kunnen neerzetten en dan hiervoor wat bloemetjes. Of in ieder geval wat plantjes, wat rots of zo. En dan doen we hier nog een gebouwtje van 3x3. Dat is denk ik het beste wat we kunnen doen. Althans, in mijn ogen. Zo, dit gebouwtje. En daar hoef je niet per se in te duiken. Dat hoeft niet altijd. Zo, doe ik wat van die twee van die raampjes bij. Ook hartstikke gezellig. Doe ik ook gelijk aan de andere kant. En dan komt er gewoon een simpel dak op. En dan ga ik gelijk door met het volgende gebouwtje. Die zit er gelijk naast. En wat voor kleur kunnen we die geven? Ik denk dit kleurtje. Dat is een soort wit huisje. Even kijken of ik grote muren kan vinden voor die. Of kan ik alleen maar schuine muren vinden? Of alleen maar muren met een venster erin? Volgens mij zijn er ook losse muurtjes. Ja, volgens mij is dit de muur. Oké, precies een leuk kleurtje. Wit opvallend. Gaan we gewoon gebruiken. Maak het uit. En dan 3x3. Als het goed is komt het mooi uit. Ja, ik hoef dat niet op te vullen, die zijkant. Gaat om het idee. En dan doen we hier in het midden ook een opening. Dat de mensen natuurlijk gewoon er doorheen kunnen lopen. Hebben wij zo'n opening? Dat zou mooi zijn. Even scrollen en zoeken. Oh, helemaal bovenaan. Kijk eens. Doen we een ronde boog. Die vind ik wel erg chic. En als we helemaal naar onder scrollen. Ook logisch dat het allemaal bij elkaar staat natuurlijk. Not. Doen we hier nog een raampje erbij aan de zijkant. En doen we hier nog even een raampje of twee. En dan hier aan de zijkant nog een raampje. En doen we dat hier ook gelijk. Een hoop raampjes. Misschien een klein restaurantje of zo. We zien het wel. En dan doen we ook hier van die paaltjes dadelijk. Dat is ook wel leuk. Gaan we nog een niveautje erop doen natuurlijk. Misschien wel, ik denk, 3 niveautjes. Dat het gewoon een wat groter gebouwtje is. Kijk, dan doen we hier nog even wat op. En dan doen we de rest. Doen we dan allemaal, even kijken, hier nog eentje. En daar in het midden nog één. Hier voor 2 van die hekjes. Kijk, er zit al allemaal onkruid. Dit is gewoon standaard in het spel. Hebben ze gewoon wat van die papiertjes. Ik bedoel, het lijkt naar papieren inderdaad. Kijk, het spel heeft standaard van dat soort van onkruid al geplaatst. Dus dat is mooi. Dat hoeven we dan niet toe te voegen. Maar ik wil liefst een beetje wat bloemetjes en zo. Want dit ziet er een beetje triest uit. Misschien 2 van die bloemenbakjes. Hier in de hoek 1 en daar 1 in de hoek. En dan kunnen we dit misschien opvullen met een struikje. Gewoon niet te hoge bomen. Misschien wil ik wel een boompje toevoegen. We hebben ook bloemenbakjes. Tulpjes kunnen we natuurlijk ook toevoegen apart. Die zien er ook ontzettend leuk uit. Zo. Niet te druk. En dan wil ik er 1 boompje, een klein boompje, gewoon even plaatsen. Gewoon omdat het moet. Oh, dit vind ik gezellig. Dit oogt leuk. Ik weet niet, dat hekje heb ik voor mij verkeerd geplaatst op een of andere manier. Want hier steekt hij precies een stukje uit. Zie je dat? Ik ga eens even kijken naar bankjes. Want ik wil dit eigenlijk wel een beetje gaan opvullen. Want ik vind het er toch wel heel erg kaal uitzien. Wat voor bankjes hebben we? We hebben 5, nee even kijken, meer zelfs. 7 verschillende soorten, als ik het zo zie.
7 verschillende soorten bankjes. En we hebben ook nog talloze prullenbakjes. Meer prullenbakken keuze dan bankjes. Dat geeft op zich niet. Maar we gaan deze banken gebruiken, denk ik. Dit vind ik een zeer mooie bank. Van ijzer. Of zullen we toch van hout gebruiken? Ik denk dat ik de ijzeren banken ga gebruiken. Zo, doen we daar eentje. Aan de zijkant natuurlijk eentje. En doen we het hier ook. En daar nog eentje. En hier verderop nog even één. Gewoon een beetje verspreiden zo. Hoppakee. En dan gaan we natuurlijk ook even kijken naar de lantaarnpaaltjes. Doen we gewoon deze gebruiken. Die hoort wel bij het bankje, vind ik persoonlijk. Ook wat leuker. Zo, die zetten we hier op de hoek. En dan doen we hetzelfde bij deze. Hier eentje. En even kijken, daar vind ik het zonde om te plaatsen. Hier aan de zijkant wil ik er nog één plaatsen. Zo. En hier een bankje midden. Ik kan het niet zien, maar ja, je ziet het ook wel weer wel. Zou natuurlijk ook wat prullenbakjes plaatsen, want dat hoort ook in een park natuurlijk. Zo. En zo ziet het er toch wel vrolijk en fruitig uit. Jazeker, hier ook een prullenbakje. En doen we er even kijken. Hier ook aan de zijkant doen we er gewoon 2. Maak het uit. Nou, dan hebben we dat ook weer gedaan. In het midden kunnen we trouwens nog wel wat leuks toevoegen. Er is niet echt een midden. Ja, er is hier volgens mij echt... Nee, er is geen midden hier. Omdat ik dat pad natuurlijk dunner heb gemaakt op deze manier. Ik zou wel natuurlijk hier kunnen verspreiden. Een bloemenbak van 2x2. En dan even 2 overslaan. 2 overslaan. Dan zou je dat helemaal zo ver kunnen doen. Tot en met, ik denk hier. Dus gaan we dit even opvullen met pad natuurlijk. Zo. Oh, jeetje, het verkeerde pad. Zo, deze moet ik selecteren. Op deze manier. Oké. En dan kunnen we het hier nog laten doorgaan als we willen. Zo, 2x2. Hier zou ik stoppen. Want hier gaat het schuin. Ik kan het wel doen. Maar dan zou je in principe... Ja, dat komt niet echt lekker uit. Dus ik laat dat even op die manier achterwegen. Maar dit zouden we kunnen opvullen met groen. En dan doen we gewoon van die leuke zeiken. Van die hechtjes of zo. Zo, die bloembakjes staan. Ik heb er ook allemaal bankjes tegenaan gezet. En van die prullenbakjes en zo. En nu ik toch met die natuur bezig ben, kan ik net zo goed hier ook nog wat decoratie toevoegen aan de zijkant. Hier een paar van die rotjes bij elkaar. Hoppakee, doen we dat hier ook. Een beetje aankleding kan geen kwaad. Een beetje details toevoegen. Kijk, die kunnen een beetje de grond in laten zakken. En wat hebben we nog meer? Deze spaarbomen, die zijn altijd zo mooi. Dat zijn van die hele volle bomen. Die plaats ik wel erg graag. Zo. En misschien kunnen we er hier ook nog wel eentje ergens in de hoek doen. Gaat dat hier passen? Ja, een beetje krap wordt het wel. Maar hoppakee, ik plaats gewoon even 2 bij elkaar. En dan hier wil ik wat tulpjes. Kijk, doen we gewoon een setje bij elkaar. Niet die kleur. Ik wil gewoon dus een andere kleur. Want je hebt ook gewoon rode tulpjes natuurlijk. Zo. Kijk, dan doen we hier eens even een paar bij elkaar. Zo. Ik wil wat meer met van die bloemen werken. En vooral omdat je deze functie nu hebt met die tulpjes, kunnen we denk ik best wel wat moois maken. Hier zo'n ook gele plantjes. Zo. En dan doen we dat mengen met bosjes en zo. Dat komt helemaal... Oh, ik heb dat ding verwijderd. Shit. Oké, dit was de aflevering voor deze keer. Laat een duimpje achter. De volgende keer gaan we natuurlijk verder met ons Parkitect level. En heb je ideetjes? Laat het ook zeker even weten in de comments beneden. Tot de volgende keer. Doei doei!